Dit is mijn uitspraak. De zaak is afgedaan. Dank u wel. Ik zit niet boven iemand zijn tuin. Ga nou eens onderscheid maken tussen privé en tussen een bestuurslid. Volgende keer mooi hem lekker recht boven de erfgrens. Nee, echt, staat er al 20 jaar. Gezellig. Nou, het was toch een vakantiepark? Ja, het was gezellig, ja. Vroeger. Want hij zuigt. Hij blijft zuigen. In feite zijn ze zo hypocriet als wat. En op een gegeven moment, nou, dan kan je me zo al neerslaan, hoor. Ik ben onderweg naar recreatiepark Het Volkenrak in Oldgunsplaat. En dat is een piepklein dorpje op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee. En je zou toch denken, wat kan daar nou helemaal aan de hand zijn? Want een recreatiepark is tenslotte bedoeld om lekker te recreëren en te ontspannen. Maar niets is minder waar, want sinds de familie Meester het plan heeft opgevat om hun huisje zowel aan de voor- als aan de achterkant fors uit te bouwen, is het hommeles in de tent. Meneer Meester vraagt nergens geen toestemming voor. Die bouwt gewoon. Die doet gewoon. Met alles. Ook de buurman die aan de andere kant van de familie Meester woont, ziet de verbouwing totaal niet zitten. Ja, het is voor mij onbegrijpelijk en frustrerend dat de buren zomaar voor je raam willen gaan bouwen. Maar ondanks alle bezwaren van hun buren is de familie Meester toch echt vastbesloten om hun verbouwing door te zetten. Wij hebben voor deze hele aanbouw volledige vergunning gekregen. En wij willen die als dusdanig ook gewoon gaan gebruiken, want we hebben de ruimte hard nodig. Inmiddels is de bonje over de bouw zo uit de hand gelopen dat het de hoogste tijd wordt dat Meester Visser spijkers met koppen slaat en dit conflict voor eens en voor altijd uit de wereld helpt. Het is hier heerlijk om te wonen, lekker rustig. Ik woon hier al 20 jaar. Je ziet lekker vrij in de natuur. Ja, totdat die nieuwe buren gekomen zijn. Hallo, wij zijn Cor en Wenje. En wij hebben hier het huisje gekocht in 2013. Nou ja, na de aankoop van het huisje hebben we dus de douche verbouwd, de keuken verbouwd, een badkamer, al het elektrisch vervangen, een badkamer, de keuken. Ja, hoeft niet meer badkamer, wie ze allemaal nou, ja, zegt. Veel dingetjes. Ze zijn 3 jaar geleden begonnen met bouwen en ze zijn nog steeds volop bezig. Er komt geen eind aan. Nou, springen we even uit onze tijdelijke voordeur. En de bedoeling is inderdaad dat wij hier een hele fijne nieuwe aanbouw gaan plaatsen. Die wordt van hier naar daar groot. Nou, dat het hele raam, dat vervalt dan. Kan niet meer open, kan niet meer lucht in, kan helemaal niks meer doen. Ja, wel vervelend voor hem. Ja, dat is zeker rot voor hem, maar ik hoef er ook niet om te lachen. Ik zou ook niet blij zijn. De buren willen aan de voorzijde uitbouwen. Dan moet er op de gezamenlijke muur gebouwd worden. En daar hebben ze nooit geen toestemming voor gevraagd. Dit is de gezamenlijke muur. Dit gedeelte en dat gedeelte. En hier wordt opgebouwd en dat wil ik niet. Is gebeurd. Ik vind de buurman gewoon een eigenwijs stuk vreten die naar niemand luistert. Ja, ik ben het spuug en spuugzat. Als ik klaar ben, zou ik het liefst de kop eraf knippen. Mooie Oldgunsplaat. Ik had er persoonlijk nog nooit van gehoord, maar het schijnt hier idyllisch te zijn. Doet me nog niet direct denken aan een vakantiepark. Zou ook een willekeurige straat waar dan ook in Nederland kunnen zijn. Hoe dan ook, even oriënteren. Daar op de hoek, op nummertje 14, daar woont Ina. Hier op nummertje 15, overduidelijk, daar wonen Cor en Wenje. En dat daarboven is dus de uitbouw naast het balkon van Ina, waar zij zo'n problemen mee heeft. En daar in de hoek, op nummertje 16, daar woont dan Co. En daar heeft de meute zich op dit moment verzameld. Dus daar ga ik naartoe. Als het goed is, moet ik hier de bosjes in. Oh, hier aan de achterkant krijg je al een stuk meer het vakantiegevoel.
Goedemorgen. 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 Victor, mag ik binnenkomen om over de ellende met de buren te praten? Ja, is goed. Goedemorgen. Oh, u heeft het huis vol. Ja, koffievisite. Koffievisite. Even een rondje, wie is wie? Hallo, ik ben Gerk Kramer van nummer 6. Victor. Sylvia van nummer 6, daar aan de overkant. Die had ik nog niet gehoord, maar jullie hebben ook last van. Ja, wij hebben ook last. Oké. Okay. Ja. Heel veel. En hier hebben we... Ina Nesselaar, de buurvrouw van de andere kant, nummer 14. Ina, die naam had ik al gehoord. voordat we gaan zitten en een kopje koffie gaan drinken... zou ik dan de hele meute eigenlijk mee willen nemen ja, naar de dat is goed. Achterkant, is het, hè? Ja, de achterkant. Ja. Ja. Om eens te kijken hoe de situatie nou precies in elkaar zit. Ja. Het is een mooi plekje hierachter, Co. Ja, prachtig, hè? Oké, even voor mij. Wat is het plan? Er komt hier een uitbouw. Ja, om te beginnen voor dat slaapkamerraam daar. Dus dan ben je raam kwijt? Dan ben ik het helemaal kwijt, ja. En tot hoever komt die uitbouw? Tot hier. Hier. Ik kom tot hier toe, tot dat pad. Ja, nou hier op die steen, denk ik. En dan moet hij de dakgoot ook tot hier maken. Van wie moet dat? Van de gemeente, zegt men. Ja, maar dat zou betekenen dat je hier dus eigenlijk gewoon een soort van zo een overdekt pad krijgt. En als ik dus dan de bovenkant van die heg moet gaan snoeien... Want dit is jouw heg. Dan moet ik zo gaan staan. Ja, dat is onze heg. Dan moet ik zo gaan staan. Zet hem maar neer. De heg doen. Nou, ik moet even... Kijk, dat bedoel ik. Nu kan je nog even zo doen, hè? Ja. Zonder muur. Ja. En kijk, dan, ik ga altijd zo, altijd in de fout... Wacht, moet ik overnieuw. Even wachten. Ja, moet toch recht hangen al dit? Zo, zo. Nee. En dan ga ik dus zo snoeien. Er zit hier mijn dakgootje. Dus dan moet ik alweer zo gaan staan. Ja, die zit hier. Nou, dan kan ik er dus niet bij. Moet ik staan. Brum, brum, brum. Au, god, mijn kop. Die klote dakgoot ook. Heerlijk als je hier zo zit, met de deuren open. De kikkers. En kikkers. De vogels. Ja, heerlijk. Ja, ik kan me wel voorstellen dat jullie hier terecht zijn gekomen. Ja. Lekker. En zeker... Maar ja. Nou ja. Ik zit hier niet voor niks. Nee. Want Ina, jij hebt aan de voorkant dus een probleem met zijn uitbouw. Ja. Waarom heb je daar problemen mee? Ik raak een stuk uitzichten kwijt. Maar hij bouwt natuurlijk op de gezamenlijke muur. Oké. Maar als je een gezamenlijke muur hebt, dan moet je wel even toestemming natuurlijk aan je buren vragen of ik daarmee akkoord ga. Klinkt logisch. Maar vertel ook aan je buren wat je gaat doen. En heeft hij jullie daar toen van op de hoogte gesteld? Nee. Nee. Helemaal niet? Helemaal niet. Hij is gewoon begonnen? Ja. Voel je serieus genomen door de buurman? Nee, totaal niet. Die vindt alles een grote grap. Hij trekt alles naar zich toe van, nou, ik mag het wel, ik wil het zo. En dat zeggen wij onder elkaar natuurlijk ook. Want ik wil het, ik wil het, ik wil het. Dat is zijn motto. Dat is zijn motto. Hier stonden dus twee pallets met stenen. Waardoor ik mijn heg niet kon knippen. De brandnetels staan er nog steeds. Dat is toch waardeloos. Had hij op zijn eigen parkeerplaats moeten zetten op nummer 15. Maar daar staat hij ook nooit, want hij staat altijd op de parkeerplaats van nummer 25. Hij moet gewoon zo doorgaan, want ik weet niet wat er dan gebeurt. Het klinkt een klein beetje alsof zij een beetje de vreemde eend... Ja, misschien pest ze ook een beetje. Ja, in de bijt zijn. Ja. Dat klopt. Ze pest ook een beetje, maar vinden ze ook leuk. Hebben jullie dat gevoel, dat zij pesten? Ja. Als ik nou zeg van, nou, haal je auto weg of zo, zet hij hem gewoon natuurlijk expres weer neer. Nou goed, we gaan vandaag naar de zaak kijken. We hebben natuurlijk te maken met een aantal eisen. We beginnen bij jou. Wat is jouw eis voor meester Visser? Dat er niet op de gezamenlijke balkonmuur wordt gebouwd. Duidelijk. En jij, Co? Mijn eis is dat hij niet voor de slaapkamer aan gaat bouwen. Duidelijk. En jullie eis? Onze eis is dat de dakgoot niet over het openbare pad gaat. Waardoor ik dus niet de heg meer kan snoeien. Begrijp ik. Het is mij allemaal duidelijk. Ik kom jullie straks weer halen als meester Visser onderweg is. Tot die tijd, neem nog een lekker kopje koffie en geniet van de kikkers. Ja, doen wij. Tot zometeen.
We hebben nou toch al een heleboel meegemaakt in dit programma, maar dat je met al je directe buren in de clinch ligt is toch wel heel bijzonder. Maakt mij extra nieuwsgierig naar de familiemeester en hun verhaal natuurlijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, jullie stonden al op te wachten. Hallo. Victor. Met Wenje, aangenaam. Wenje. Goedemorgen, Cor. Victor, leuk jullie te ontmoeten. Nou, eens gelijks. Staan we dan, hè? Ja, precies. Ja. Ja, heerlijk in de natuur, tussen de vogeltjes. En nu later blijkt ook tussen de brulkikkers. Zowel in de sloot als op het park. Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Ja, want er wordt een boel gebruld op het moment, hè? Ja, ze zijn erg luid. Ja. En laten jullie de verbouwing doen? Of doe je veel zelf? Dit is het werk van Wenje. Ze kan de stenen inderdaad prachtig mooi wegleggen. En ze heeft er ook alle geduld voor. Het is heel vervelend dat het continu doorgaat. Het boren, het slijpen. En als ik zo naar beneden kijk in de tuin, dan kan je zien hoe vreselijke puinhoop dat het hier is waar ik al 4 jaar naar zit te kijken. Laten we eens even kijken naar de plannen, want hier wordt dus aan de voorkant een uitbouw gebouwd. En daar heeft buurvrouw Ina een probleem mee, heb ik begrepen. Ja, nou ja, over dat balkon gesproken. En dat vind ik eigenlijk ook wel een zorgwekkend punt. Dat een pot de ketel verwijt, dat hij zwart ziet. Want dat balkon van haar is nu 3 vierkante meter. En dat staat op haar vergunningsaanvraag, ja, staat dat maar voor 2 vierkante meter. Dus zij heeft illegaal ook een vierkante meter aangebouwd. Dus, en dan zit ze over ons te klagen, maar zelf zijn ze nog zwarter als zwart. Oké, okay, dus zij heeft eigenlijk illegaal een stuk balkon en de rest van de uitbouw daaronder. Echt wel, yes, echt wel. Zonder vergroening. Zullen we eens door het huis naar de achterkant toe lopen? Want daar speelt ook nog het een en ander. Ja. Uiteraard. Ja? Nou, kom lekker mee. Dit is onze achtertuin met onze tijdelijke achterdeur. Oké, je hebt geen achterdeur. Ja, nee, ik hoop niet dat je drempelvrees hebt. Nee, dat valt mee. Oké. Nou, bijzonder. Overigens tijdelijk, want de bedoeling is natuurlijk dat de achterdeur in de aanbouw komt te zitten die hier geplaatst gaat worden. Heb ik even een puntje. Want ik heb begrepen van de buurman, van Co, en die is daar ook niet zo blij mee, dat het slaapkamerraam en dit raam, dat die dichtgemetseld worden. Die gaan we lekker dichtmetselen. Want inderdaad, die raam die heeft hij in 98... Ja, dat zeg ik toch. In 98 al niet op zijn bouwtekening ingevoegd. Dus het raam is illegaal. Hij mag helemaal geen raam daar hebben volgens zijn bouwtekeningen. De benedenramen in zijn tuin, die grenzen zo mijn tuin in. En ik kan bij hem in het halletje kijken waar hij naar de wc gaat. Nou, dit is mijn toilet. Als we dan voor die muur gaan bouwen, dan verlies ik ook de afzuiging van een toilet. Ik heb daar geen boodschap aan, om het zo maar te zeggen. Beter. Want jullie hebben alle vergunningen rond. Wij hebben alles op papier afgetekend. Ja. En toch wordt er niet gebouwd op het moment. Nee. Toen wij in februari de bouwvergunningen dus op ons bord hadden leggen en zeiden van joepie, nou gaat het gebeuren. Toen hadden we ook nog steeds te maken met 4 bezwaarschriften. Waarvan er 3 van de omliggende buren. En hoe gek kan het nog wezen, ook nog 1 van de VVE. Er is een VVE op het park. Ja, er is een VVE op het park. Ja. En dan, wij zijn toevallig alle 3 in het bestuur. Oké. Ja. Wat is jullie rol binnen de VVE? Ik ben de penningmeester-secretaris. Oké. Ik ben algemeen bestuurslid. Algemeen bestuurslid. Een voorzitter. Ik zit hier gewoon met de hele directie van de VVE op de bank. Ja, ja. Dat is ook toevallig. In feite zijn ze zo hypocriet als wat. Juist. De ene die zegt van je mag niet dit, maar bouwt 3 schuren. En de andere die zet zelf illegaal een vierkante meter neer.
En dan zitten ze met elkaar onder onsjes te houden en alles lekker fijn te bespreken. Ik vind dat ook nog achterbaks. Nou, proost op de goede afloop. Proost. Jullie zijn toch wel een klein beetje, kunnen we wel concluderen, omsingeld inmiddels door de vijand. Nou ja, de vijand. Nou ja, hier zit er een. Ik weet niet, wij voelen ons steeds in ons rug gestoken door die lui. Het is een beetje zoals dat dorpje uit Asterix en Obelix. Ja, maar dat zou dan niet erg zijn, want die wonnen altijd. Nou, dat bedoel ik. Maar wie zegt mij niet dat het aan het einde van vandaag ook blijkt dat jullie winnen? Nou ja, dat zou nou eens mooi zijn, want mijn metselkuip die staat ongeveer al warm te draaien. Dan kunnen we maandag weer beginnen. Dat zouden jullie het liefste doen. Jullie willen heel graag door, hè? Ja, omdat we hebben allemaal goed gekeurde vervoering. Dus... Ja. Het is mij allemaal duidelijk. Ik kom jullie straks halen als Mester Visser onderweg is. Super, ik verheug me erop. Tot straks. Ik kies nu de veilige route. Ja. Jezus is de oplossing voor alles. Als je voor hem gaat leven, dan ontvang je leven. En dat is de oplossing voor elk probleem. Hij houdt van jou. We kunnen toch wel stellen dat we vandaag weer een bijzondere zaak te pakken hebben. Want niet alleen heeft de familie Meester ruzie met zo ongeveer al hun directe buren. Nee, de familie Meester heeft ook indirect ruzie met de voltallige directie van de VVE. En dat maakt de zaak nogal gecompliceerd. Want is er nou sprake van belangenverstrengeling? Ik heb geen idee. Het wordt wel hoog tijd dat de echte Meester eens polshoogte komt nemen. Nou, die is onderweg. Ik heb met alle partijen hier afgesproken aan de voorkant van de huisjes. Kijk eens aan. Kom verder. Sluit aan. Hé, hey, buurtjes. Hij probeert overal een beetje een grap van te maken. Maar het is natuurlijk geen grap. Het is gewoon bloedserieus. Nou, als het zo vrolijk gaat, dan geven we ook een hand. Of doen we dat niet? Ja, natuurlijk. Altijd. Ik heb ze een hand gegeven, maar het ging niet van harte. Hey, Ina. Dit is een goed begin. Maar nu de rest nog. We beginnen gewoon eens aan deze kant. Cor, ja. Jouw buren zeggen allemaal... zij hebben van tevoren, voordat ze begonnen aan de uitbouw... totaal niets met ons overlegd. Ja, dat het steeds verandert. Hey, heb je de laatste bouwplan al gevonden? Je probeert er boven te staan. Maar dat is niet altijd makkelijk. Ik ben altijd in voor een beetje humor, maar laten we ook vooral de zaak serieus benaderen. Ja. Nee, het is niet grappig. Het is niet grappig. Ik word doodmoe van al dat geouwe hoer van meneer Meester. Want hij zuigt. Hij blijft zuigen. Toen jullie die bouwplannen hadden, om dat raam zeg maar eigenlijk dicht te metselen... toen had je natuurlijk best even naar Co toe kunnen gaan en even kunnen zeggen van... joh, luister Co, dit zijn onze plannen. Ja, zo moeten voorleggen. Ja, dat hadden we moeten doen. Als ik van de voordeur aan jullie meld, dat is natuurlijk wel een dingetje. Jij zegt, we hebben het idee dat een aantal van de bestuursleden bewust toetreden hebben gedaan tot het bestuur om ons te dwarsbomen in de verbouwing. Ik denk inderdaad... Jij moet dingen gescheiden houden. Nou, dat doe ik ook. Nee, dat doe je niet. Het is frustrerend dat hij dat allemaal zegt, wat... Hij weet wel beter. Ja, want het is natuurlijk wel een beetje de dubbele pet die jullie op hebben. Wij komen ook op voor het belang van de vereniging. Oké, maar kijk je naar iedereen... 50 ramen hebben allemaal een raam. Nee, moet je luisteren. Je moet dan 50 huizen halen. Nee, niet met jou te praten. Ik vind het heel simpel. Je gaat beslissen over 47 huizen. Die hebben ons gekozen als bestuur. Ja, oké, maar dan kan je niet zonder dat iemand het weet zomaar voor iedereen gaan beslissen. Dat kan wel. Nee, dat kan je niet. Vingerwijs vind ik het niet leuk. Als gesprekken moet je niet met vinger zo. Terwijl wij gewoon netjes plaats zitten praten. Je kan niet over één huis gaan beslissen en dan spreken uit 47 anderen. Nee, zo werkt het niet. Even rustig. Familie Meester. Meester Visser, mag ik u voorstellen aan de familie Meester? Dominee Visser. En Sylvia, die wonen daar achter in het huis. Ina Nesselaar. Ina woont hier op de hoek. En Co woont op de hoek hierachter. Ik stel voor dat u met Meester Visser meeloopt en hem alles vertelt. Dan komen we er vanzelf uit. Dat mogen we hopen deze keer. Nou, ja. Ik zou eigenlijk de partijen willen vragen om allemaal naar de voortuin van deze mensen te begeven. En dan ga ik even, als het mag, u naar het balkon. Nou, welkom. Het is gezellig, hè, zo'n mooie tuin. Ik kan er wel kotsen. Dit is het oorspronkelijke balkon. Ja. En u wilt op dat scheidingsmuurtje, daar bent u al begonnen, met opmetselen.
balkonnetje. Ja, wij dachten te kunnen gaan bouwen tot aan bovenaan toe. Ja, maar het is toch een balkon van de buren ook? Correct. Ja, correct. Ja. En dat is niet van tevoren met besproken hoe dat dan zou moeten? Nee, ze hebben niet eerder inzage op de tekeningen gehad. Nee, maar als je gaat bouwen, dan ga je toch even vragen? Ja, achteraf zou ik die fout ook nooit meer begaan. Nee. Nee, dan hadden we deze ellende allemaal niet gehad. Je kan alles opblazen tot een hele grote ballon. Maar iedereen begrijpt dat een huis een keertje klaar moet komen. Ik kom naar beneden toe. Ik heb het hier wel gezien, de voorkant. Het is mij helemaal duidelijk. Kom allemaal maar even mee. Ja. En dat zijn allemaal zonnepanelen? Ja, dat klopt. Moest daar nog vergunning voor komen? Of, nee. Voor onze gemeente moet er vergunning. Gemeenten zijn is er illegaal. Zonder vergunning. Laat meneer Sturgis even praten. Hè? En dat is het. En u wilt dit gaan uitbouwen? Ja. En dan kom je voor dat raam? Ja, ja, ja. En dan kom je voor die ontluchtingen? En dan kom je voor dat kleine raampje hier. Ja, ja. Ja, dat is ook wat. Dat vind je niet erg? Nou, ik zeg niet dat ik het niet erg vind, maar hij zit in mijn spouwmuur. In wie is de spouwmuur? Nou ja, die er gaat komen straks. Ja? Ja, dat is wel een dilemma. Je had toch ook ietsjes terug kunnen bouwen? Ja, maar die erfgrens loopt tot daar. Ja, maar dat is toch zijn raam? Ja, maar die zit in mijn tuin. Ja. Ik vond het verschrikkelijk. Hij heeft een hele grote mond, praat veel te veel. Hij is de enige die het weet, zeg maar. En dat raam daarboven? Het enige raam in de slaapkamer. En die is bij, staat wel. Dat is het al 40 jaar. Ja, ik woonde hier toen nog niet. Maar ik heb wel gezien dat al die huizen allemaal zo'n raam daarboven hebben. Ja, maar ja, in zijn recentelijkste bouwtekeningen heeft hij hem eruit gelaten. Dus hij wilde hem niet meer. Ik denk dat je hier moet vasthouden aan wettelijke tekeningen die gedeponeerd zijn. En daar kan je naar mijn mening niet omheen en daar zal je aan vast moeten houden. Maar het gaat er ook over dat die luifel natuurlijk doorgetrokken moet worden naar de dakgoot. En dan komt hij over de parkgrond. Ja, en is dat heel erg? Ik kan eigenlijk niet meer behoorlijk bij me heg. Want dan zit daar zeg maar een overkapping over. Meneer Visser, als ik zo kijk, pakt die hele heg 60 centimeter van de breedte van dat pad af. Lieve schat, dit is geen erfafscheiding. Dit pad is van de VVE. En de afscheiding nee, van... Maar als je dan je heg wil snoeien en je wil dan je ladder neerzetten... je klaagt over een dakgoot in je rug... maar je wil die heg zo breed laten van jezelf... Die gaan dan... ook op. Nee, die moet gesnoeid worden. Uiteindelijk is het pad niet breed genoeg meer. Maar die muur die groeit niet. Maar we zijn niet verplicht om heggen langs de paden te hebben. Ja, dat is waar. Maar je moet ze wel binnen de padbreedtes houden. Hij is een klein beetje te overheersend. Ja. En hij probeert natuurlijk alles en iedereen uit te lokken. Uit te dagen. Ik denk als ik een loodlijntje zet... Maar dan gaat hij naar het uiterste blaadje, bovenin... Ja, en als je daar een touwtje zou leggen... Kijk, dan ben ik 60 centimeter van het pad kwijt. Op een gegeven moment, dan kan je me zo al neerslaan, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Nou, ik denk dat ik alle pijnpunten wel heb ingeduwd. We gaan naar de hoorzitting toe. En dan gaan we rustig, met de nadruk op rustig, over de zaak spreken. We hebben zojuist tijdens het locatiebezoek gezien... dat de bouwplannen bij alle partijen heel veel losmaken... We zijn er net op tijd bij, want partijen hebben nog net niet elkaar verbouwd. Hoe dan ook, de vergunningen liggen klaar om eigenlijk gewoon morgen te beginnen met bouwen. Maar is meester Visser het daar ook mee eens? Ik ben heel erg benieuwd naar de bevindingen. Die gaan we nu horen tijdens de hoorzitting. En die vindt uiteraard plaats in de kroeg. Ja, daar staan we hier, de hoorzitting voor ons hebbende. En inderdaad, het is een spannend iets om mee te gaan maken. Vol verwachting klopt ons hart. Ik hoop op dat hij deze aanbouw op deze manier in ieder geval niet mag maken. Ja, wij hebben niks verkeerd gedaan en we voldoen aan de regeltjes. Wij zijn onschuldig. Welkom, we zijn hier in Oltgensplaat in paviljoen Sluishaven. En aan de orde is de zaak van een heleboel partijen... Mevrouw Nesselaar, familie Sturris, familie Kramer. Ja, en meneer Meester en mevrouw Zeng. Ja, waar gaat het over vanavond? Eigenlijk maar over... Het gaat over een heleboel dingen. Maar
Het allerbelangrijkste lijkt mij toch de verbouwing. U woont er al een aantal jaren. Ja, ongeveer. Wie gaat het woord doen? Misschien is dat wel goed. Nou, wat dan? Tas toe, jij mag beginnen. We hebben het in 13 gekocht. We zijn in oktober 13 begonnen met verbouwen. Ja. En we zijn er gaan wonen eind 14, als ik het goed mag zeggen. Ja. Ja. Maar het is eigenlijk een vakantiehuisje. Ja, maar ja, de vakantievreugde wordt wel groter als je meer ruimte hebt. Ja, ja. Nou, dan ga ik eerst naar de voorkant. Ja, mevrouw Nesselaar, u heeft grote problemen met dat zij aan de voorkant uitbouwen. Ik heb er problemen mee dat hij op de gezamenlijke muur bouwt. Daar had hij natuurlijk van tevoren best wel even toestemming voor kunnen vragen. Maar als hij het wel had gevraagd, dan mocht het wel? Ik denk, voordat deze hele geschiedenis, gebeurde... dan had ik waarschijnlijk wel mijn toestemming gegeven. Ja. Hij had eigenlijk ook eerst natuurlijk naar de VVE moeten gaan... om te zeggen wat hij ging doen. Want u bent ook bestuurslid. Ja. Maar heeft u wel twee petten op vandaag? Ja, dat is inderdaad. Gehoord. Maar die hebben we al meer gehoord. Ja, maar je zou kunnen zeggen, ja, luister, en je hebt ook geen toestemming van het bestuur. En het bestuur ben ik en ik geef die toestemming niet. Ja, dan... Nee, dat kan ik niet alleen zeggen. Ik bedoel... Nee, maar de rest is ook allemaal partij. Er is nog maar één bestuurslid is er niet. Die is enkel nog maar op papier bestuurslid. Een soort slapend lid noemen wij dat. Slapend lid? Nou, hij slaapt niet, hoor. Nee, ik wil zeggen, een beetje een raar woord. Daar kun je tegenwoordig medicijnen voor krijgen. Ja, precies. Nee, die jongen slaapt niet. Nee. Dat is... Balkon voor... dat hebben we wel voldoende behandeld. Dan haasten wij ons naar de achterzijde. Nou, dan gaat u ook bouwen, volgens het plan. Vrijwel tegen de muur aan van de familie Sturris. Ja, klopt. Want dan zit hij in een geheel verduisterde slaapkamer. Ja, dat is bij meneer Sturris niet helemaal het geval. Hij heeft op het balkon een licht- en een luchtpunt. Is dat zo? Dus, ik dacht even dat uw slaapkamer helemaal donker was. Ja, niet helemaal. Er zit nog een balkondeur. Dus dan heeft u van de voorkant nog gewoon licht. Ja, een balkondeur kan je niet gebruiken om 's nachts te luchten. Als je ligt te slapen. Dan kan iedereen zomaar binnenlopen. Ja. Oké, maar... Balkondeur. Op de eerste verdieping, dan loopt iedereen er zomaar op. Joh, het is echt druk 's nachts, hoor, bij ons. Ja? Nee, joh, maar maakt niet uit. Maar aanvankelijk was u van plan om dat raam te ontzien van meneer Sturris? Dat is correct. Toen wij op het gemeentehuis kwamen met onze tekeningen... zat de ambtenaar te kijken en die zei ons tegen ons... van ja, maar waarom bouw je dan niet naar boven toe? Ja, toen zeg ik ook van ja, maar hij heeft daar een raam. En toen zat die man nog een keer naar die tekening te kijken... en toen zegt hij, ja, hij zegt, maar ik zie hier geen raam in deze tekening. Dus hij zegt, ik zou het, als je dat wil, kan je dat toch gewoon indienen? Ja. Ja. Ja, dat is wel een typische ambtenaar, hè? Die zegt, een tekening staat geen raam, dus er is geen raam. Dat zit er toch al 40 jaar. We hebben een tekening van 77, staan alle ramen op. Is dat deze? Ja, klopt. Precies. Goed, dat was het raam boven. Dan heeft u een raam beneden. En dat heeft u er pas ingezet toen u ging verbouwen. Ja, dat klopt. En dat bevindt zich, zoals het heet, binnen... ja, eigenlijk aan de erfgrens. Dat mag eigenlijk niet. Dus waarom zou hij dan niet voor dat raam mogen bouwen... wat er eigenlijk niet mag zijn? Nou, als je voor dat raam bouwt, dan komt hij automatisch ook... die 8-6 centimeter boven de parkgrond, boven de brandgang. Ja, het volgende onderwerp. Die uitbouw die is inmiddels zo groot geworden in de plannen... dat hij ook nog een stukje gaat overhangen over het gemeenschappelijk pad. Ja. 68 centimeter. Op een hoogte van 2,28 meter. U kent het uit uw hoofd? Ja. En onderhand het wetboek uit mijn hoofd. Zo hebben we ermee zitten spitten. Oh, ik wou dat je hem ook voor jezelf wist. Daar hebben we het nu niet over. Oh, sorry hoor. Maar, ja. Ik denk dat als de buren bij u 68 centimeter over uw grond gaan bouwen, vindt u niet leuk. Zij maakt al problemen over 12 centimeter muur. Dus het is inderdaad, 68 centimeter is niet leuk. Maar ik zit niet boven iemand zijn tuin. Hou nou eens op met... Ga nou eens onderscheid maken tussen privé en tussen een bestuurslid. Ja, nou, dat is goed. Laten we dat nou eens doen. Die scheidingsmuur, dat is privé. Ja. En de achterkant, de overstek, dat is vereniging van eigenaren. Okay, en dat heb ik al vaker gezegd. Ik kom op voor de vereniging... Maar dat schijn je nog steeds niet door te hebben. Want je haalt het weer door elkaar. 12 centimeter van mij. En nou is opeens die 68 centimeter ook voor mij.
Nee, die is van de vereniging. Ja, dat heb ik niet gezegd. Nou, daar kom ik toch voor op. Ik had begrepen dat het met name de familie Kramer was die daarvoor opkwamen. Ja, dat klopt. Ik ben degene natuurlijk die die hecht doet. En met zo'n overkapping wordt het moeilijker. Heel erg krap wordt. Dat gaat niet, denk ik. Maar ik begrijp ook niet dat een gemeente daar toestemming voor dat geeft. Kan bouwen. Dat was de welstandscommissie. De welstandscommissie heeft dus bedacht dat het boven de gemeenschappelijke grond moest. Maar u maakt een probleem van vanwege de heg. Ja. Ja, ja, en dan zeggen zij, zorg is dat die heg op je eigen grond blijft. Ja, die staat op mijn eigen grond. Die staat op eigen grond. Ja, moet zo'n stuk af? Maar dan moet zo'n stuk af, ja. Nou, dan moet 60 centimeter, want hij steekt ongeveer nagenoeg nu een hele stoeptegel in de lengte. Ja, jij neemt het uiterste takje, ga jij pakken met een touwtje naar beneden en dan kom je inderdaad op de stoep. Volgende keer mooi hem lekker recht boven de erfgrens. Dan ja, mooi maar dan is het toch het probleem verleggen? Als daar straks een muur tegen de kant aan staat, want dat is jouw bedoeling, dat hij op de erfgrens komt te staan, dan is dat toch veel krapper en dan loop je iedere keer tegen die muur aan. Maar om even iedereen uit de droom te halen, is niet verboden. Als hij daar die muur zet, dat mag. Op zijn hij mag die muur daar zetten, maar we zouden het fijner vinden als hij hem natuurlijk 50 centimeter naar achteren zou zetten. Maar goed, dat kun je ook zeggen van de familie Kramer. Die zou ook zijn heg 50 centimeter naar achteren kunnen zetten. Kan niet altijd van één kant komen. Of die hele heg weghalen. Kunnen, maar die muur moet nog gebouwd worden. Ja. En die heg staat er al 20 jaar. Die heg die staat er al op de wettelijke, die mag de schording, een heg. Ja, maar dat hoef je niet te vertellen. Dat weet die meneer helemaal. Volgens onze statuten moeten wij langs de paden groen hebben. Gezellig op dat park. Het was toch een vakantiepark? Ja, het was gezellig, ja. Vroeger. Wilt u gezellig recreëren? Ga naar Park het Volkerak. Ja. Ik denk alles wel behandeld heb, hè? De eisers, is er nog iets wat nog niet behandeld is? Dat smalle raampje in de hal, dat is voor mij wel erg belangrijk. Daar heb ik veel lichtinval van. En dat zit er ook al 19 jaar. Ja. Hij heeft heel veel nut bij licht, maar wij hebben heel veel nut bij een extra slaapkamer. Want wij zijn uitgerekend tot op 24 november voor een klein kindje. Dus wij hebben echt dringend een bovenslaapkamer nodig. Nou, er is boven een tweede slaapkamer. Dus we hebben ook twee slaapkamers allemaal. Maar die ramen is bij onze grenzen, we gaan gewoon bouwen. We hebben gekeurd. Oh, jij zegt gelijk al zo, we gaan gewoon bouwen. We gaan gewoon bouwen. Je weet nog even wat meneer Visser... Dat wist ik al, dat je dat kunt doen. Maar dat lijkt me nou zo heerlijk. Heel erg voorbarig van je. Maar dat lijkt me nou zo heerlijk op dat park. Een kinderstemmetje. Ja, nou, zeker. Moet u allemaal een beetje uit dat lijkt mij ook. Uit uw, zeker als ze hun stem hebben geërfd. Nou. Bepaalde leeftijd, hij oplost het niet meer op. Goed, ik sluit de hoorzitting. Ik kom zo straks terug en dan zal ik u zeggen wat ik van de zaak vind. Ja? Ja. Dank u wel. Spannend. Meneer Meester vraagt nergens geen toestemming voor. Die bouwt gewoon. Die doet gewoon. Ik heb daar geen boodschap van, om het zo maar te zeggen. Het venijn van de hoorzitting zat hem een klein beetje in de staart. Ja. Ja. Er is een baby op komst. Ja. Ik dacht dat het een overgang was eigenlijk eerst. Maar goed. Zeggen en zijn. Ja. Oh, je twijfelt. Ja. De buren die twijfelen nog een klein beetje of het wel waar zou zijn. Misschien is dat ook een beetje de angst. Ja, nou ja, we hebben een echo-rapport en alle foto's zijn er. En, dus ik zou me niet geloven dat daar nog enige twijfel over mogelijk zijn. Dames en heren, na een lange dag op recreatiepark Volkerak, waarvan ik hoop dat het op een zomerse dag met een biertje en een barbecue een heel stuk gezelliger is dan vandaag, is het eindelijk tijd geworden voor de uitspraak. Ik wil u vragen om allemaal te gaan staan, want hier is meester Frank Visser. Uitspraak in de zaak van de Vereniging van Eigenaren Volkerak tegen meester en Zeng. Begin ik aan de voorkant. De uitbouw die komt te rusten op de mandelige muur tussen de voormalige balkons. En zonder toestemming van mevrouw Nesselaar is dat verboden. Nesselaar heeft echter toegegeven dat ze die toestemming best had willen geven als daarom vooraf
netjes was gevraagd. Ik begrijp de emotie, maar ik vind dat die in redelijkheid niet aan de uitbouw voor in de weg mag staan. En daarom zal ik die toestemming als gegeven beschouwen. Wat betekent dat meester en Zeng hun uitbouw aan de voorkant kunnen afmaken. Dan kom ik nu aan de achterkant. Volgens artikel 50 van het vijfde boek van het burgerlijk wetboek is het verboden om binnen 2 meter van de erfgrens ramen te hebben die uitzicht geven op de tuin van de buren. En het is duidelijk dat de ramen in de woning van Sturris daarmee dus in strijd is. Echter, voldoende is gebleken dat het raam aan de bovenzijde daar al meer dan 20 jaar zit. Zodat dat is verjaard. En dat is belangrijk, want volgens het vierde lid van het door mij net genoemde wetsartikel betekent dat dat meester en Zeng op hun beurt nu 2 meter afstand van dat raam moeten houden. En dat komt er natuurlijk op neer dat de uitbouw aan de achterzijde niet de hoogte in kan. Maar dat geldt niet voor het smalle raam beneden. Dat zit er immers minder dan 20 jaar, is niet verjaard, is in strijd met de wet en ik zou niet weten waarom daarvoor niet gebouwd zou mogen worden. Ten slotte nog de overstek van het dak. Dat de welstandscommissie van de gemeente hier het een goed idee vond om boven de grond van de verenigingen te bouwen is allemaal leuk en aardig. Maar daar heeft de Vereniging van Eigenaren natuurlijk niets mee te maken. En de Vereniging van Eigenaren hoeft niet goed te vinden dat boven haar pad een overstek wordt gebouwd. En dat op straffen van een boete van 10.000 euro als u dat toch zou doen. Dit is mijn uitspraak. De zaak is afgedaan. Dank u wel. Nou, Cor en Wenje, aan de voorkant kan ik in ieder geval zeggen gefeliciteerd. Dank je. Daar hebben jullie gewonnen. Ja. Helaas, aan de achterkant is dat niet het geval. Ja, je kan niet overal winnen. Nee. Wat is jullie reactie op de uitspraak? Tevreden. Ja? Ja. Ondanks het feit dat ze wel aan de voorkant de uitbouw mogen realiseren? Ja hoor, ja. Geen problemen mee. Heel sportief wil ik jullie allemaal op dat toch volgens mij best hele gezellige recreatiepark een hele fijne toekomst wensen, naast elkaar. Ik wil jullie heel veel geluk wensen met jullie babytje wat op komst is. Nou, en ik hoop dat het uiteindelijk toch ook voor een klein beetje verbroedering gaat zorgen daar in het straatje. Tuurlijk. Een felicitatie mag. Ja. Oké. Okay. 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 Dank jullie wel. En nu ook allemaal. Kom op, zeg jij. Nee, je loog tegen mij alsof ik een kind was. Nou, meester Visser, het was en het wordt nog een hele bevalling. Je bedoelt het bouwplan? Nou, onder andere, want daar moet toch nog best heel wat aan aangepast worden. Ja, daar krijg je ervan, als je niet eerst met je buren overlegt. Ja, ja. Hebben uw buren nou ook niet met u overlegd? En baalt u daarvan? Wacht dan niet langer, mail of bel ons. Komen we zo snel mogelijk naar u toe. En dan lossen we het weer op. Zo is dat. Lekker naar huis. Ja. Tot volgende week. Even iets anders. Hoe komen we hier in hemelsnaam weg? Jeetje, ik heb geen idee. Ja, dan moeten we maar in de auto wachten tot het licht wordt. Goed plan. Ja.